Yo kijkers van Duffy Games en leuk dat jullie weer kijken naar een nieuw afleveringetje van Skywars. We gaan vandaag lekker spelen op de map Century. Er zitten 63 man in de game. Kortom, hij zit bijna helemaal vol. Terwijl hier gewoon veel meer eilanden zijn dan 63. Maakt op zich helemaal niet uit. We gaan lekker spelen. En we zullen gaan zien of we kunnen winnen. Het is al lang geleden dat we überhaupt een win hebben gepakt. Vorige potje is natuurlijk wel een keer tweede geworden, maar daar koop je niks voor. Dus wij gaan nou lekker ons best hier doen. En er zijn ontiegelijk veel likes achtergelaten. Dus ten eerste iets waar ik jullie allemaal voor wil bedanken. Het waren er meer dan 480. Zeg, what the fuck mensen. Dat is bizar veel. Dankjewel daarvoor. En wij gaan vandaag lekker ons best doen om hier verder te komen. Het schijnt dat iemand zei dat ik onder de crafting table moest graven in deze map. Dat hier dan een kist zou zitten. Maar... oh, kijk aan. Daar zit de kist. Ah, yes. Dankjewel lieve kijkers die mij daar de tip voor hebben gegeven. Aangezien ik de vorige keer natuurlijk eigenlijk fout had gemined. Dankjewel daarvoor dat ik hem nu wel heb gevonden. Super chill. En wij kunnen dan bezig gaan met misschien wel kills halen. Iemand vroeg of ik de kills in beeld wil laten komen. Of in ieder geval dat bij gaan houden. Ik zal mijn best doen. Als ik het niet vergeet om te gaan doen, dan wil ik best natuurlijk de kills bij gaan houden. Maar ik kan gewoon niks beloven dat goed gaat komen. Ik moet wel zeggen, de server lagt wel een beetje. Dat is een beetje een nadeel, maar goed. Weet je... van die dingen, daar moet je maar mee leren leven, Duffy. Oh, oké. Okay. Wij klimmen hier eerst lekker even naar boven. En dan kunnen we kijken of we misschien vanaf bovenaf iets kunnen aanvallen. Kijk, ik zie hier zo iemand die gaat dus nu naar dit eiland toe, naar Oranje. Oké. Okay. Jij moet... down! Nee! Oké, okay, hij is down. Nee, nee, nee! Oh my god, are you kidding me? Lol! Lol, 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 lol. Dat is kill nummer 2. What the freaking hell? Oké, okay. Of ik heb mazzel gehad, of ik heb mazzel gehad. Holy damn, oké, okay. Maar wat ik dus nu denk is, dat niet veel mensen weten dat er dus bij die crafting table daar een kist onder zit. Ik denk niet dat veel mensen dat weten, dus weet je, ik kan hier ook gewoon nog even gaan kijken of ik hem hier ook vandaan kan toveren. Zodat natuurlijk meteen iemand boven mij komt. Juist, kijk aan, golden apples, dat is wat ik zoek. Juist hem. Die had ik nog niet namelijk, hoppakee, wat bouwmaterialen, super, awesome, yes. Oké, okay, wij kunnen door, weet je. We hebben nou golden apples door, dus even wat langer kunnen overleven. En dat... oh shit, ik heb niet gegeten. Shit, gooi ik mijn eten weg. Are you kidding me? Goed, leven nog 22 man. We hebben 2 kills. We gaan rustig weer naar boven. Kijken of wij meerdere kills ergens kunnen vandaan halen. Je ziet ineens dat daar al iemand zit. Oké. Okay. Doei. Hoppatee. Man down. En... er lagen de golden apples, maar die heb ik niet op kunnen pakken aangezien die naar beneden zijn geflikkerd. Jammer genoeg, maar maakt op zich niet uit. We leven nog. We hebben inmiddels alweer 3 kills gehaald. En ik ga gewoon hier ook eventjes kijken bij deze, heet dat crafting table? Of hier, iemand hier wel heeft geloot, weet je. Het is gewoon echt super chill. Hoppakee, kijk aan. Weer nieuwe loot erbij. Een appeltje, of nee, niet een appeltje. Een bucket of lava dit keer zelfs erbij. Awesome, hoppakee. Ik moet zeggen, ik vind het echt een hele, hele, hele chille tip. Het is echt de tip van de eeuw gewoon voor mij. What the freaking hell. Hier ben ik voor mijzelf omhoog gekomen, want hier zit niks meer, dus dan moet ik die wel hebben geloot. Holy shit, dat was nog best tricky. Oké, okay, we gaan de volgende ook nog even looten. Misschien vind ik wel weer een extra golden apple, je weet het niet. Nee, hier zit niet echt OP shit in. Hier zit meer shit in dan OP stuff. Oké. Okay. Oh. Oké, okay, zit hier nog wat in? What the freaking hell, heeft iemand gewoon niet eens geloot? Kijk aan, diamond boots zijn toch beter dan wat we hadden. Die trekken we die nog even aan. Dus pak ik nog even deze loot eruit, want die kan ik... toch wel gebruiken. Okay, dat deed ik zelf. Ik laat mezelf een beetje schrikken. En ik flik hier ook even wat shit weg wat ik toch niet meer aan ga trekken. Ik kan het wel allemaal meenemen. Maar goed, misschien vind ik ooit nog betere shit of wat dan ook. En dan heb ik er niks aan. Ik weet dat ik nu mijn strings heb weggeflikkerd waarmee ik een boog kan maken. Maar goed, weet je, boeiend. Oké, okay. Wij gaan door. We gaan terug naar het rode eiland. Want ik zie daar iemand met full diamond, of niet? Je hebt full diamond en een diamond sword. Oké, okay, dat kan gevaarlijk worden dit. Hoppatee, niks gevaarlijk worden. Bang, man down. Hij lette gewoon niet helemaal goed op, denk ik. Daar heb ik mazzel gehad en hem dood kunnen maken. Super chill natuurlijk. En ik zie dat wij nu via geel, denk ik, naar zwart moeten gaan om bij het midden te komen. Aangezien daar iemand zit. Maar ik weet niet of dit gaat lukken wat ik wil. Even een beetje beter neer, zo. Sneeuwballetjes mee voor het geval ze hem eraf kunnen timmeren. Kijk, er zit iemand in het midden. En diegene in het midden heeft niet echt dat je zegt van... wow, gevaarlijke sterke keer. Dus... maar damn it, weet je, het was te proberen. Maar die in het midden heeft dus niet echt... ah, hij rent nu natuurlijk weg, maar goed. Je moet toch een beetje kijken naar wat voor gear mensen allemaal hebben. Heb ik deze al geloot hier bij de crafting table? Nee. Kijk, weet je, kunnen wij deze nog even looten? Hopelijk een golden apple. Nee, wel blocks, die moet ik ook hebben om te kunnen bouwen. Dank u wel. Oké, okay, wij gaan weer door. Simpel, gaan wij lekker door.
Wij gaan naar geel toe, denk ik maar. Ja, wij gaan richting geel. Snel, 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 snel. Oké, we zijn op geel aangekomen. Oef, we krijgen meteen een pijl op ons. Oké, ik zie daar ook iemand met die diamond gear zitten. Dus ook daar in een boom. Komt iemand achter me aan, joh. The freaking hell. Waarom kon ik... Oh, damn it, ik leef nog. Oh, damn it. Oh, damn, nee, nee. Oh, nee. Ik dacht, ja, ik kan misschien nog overleven of ik kan erop klimmen, maar het mocht niet baten. Ik heb voor me best wel wat kills gehad. Ik heb een hele chille nieuwe manier gevonden om kisten te vinden. Daar ben ik heel blij mee, mensen. Ik zie jullie natuurlijk weer in het volgende potje. Goed, mensen. De map Mushroom. Kijken of wij hier verder kunnen komen. Een win kunnen halen zou super chill zijn. We zullen zien hoe het gaat. Er zit natuurlijk maar 14 man op. Dus wat dat betreft ligt de druk een stuk lager dan dat er 64 man... Of nou, ik moet eigenlijk zeggen 62 man. Het vorige potje deden er 63 man mee. Min mezelf natuurlijk. Maar weet je, de druk ligt dan toch wat minder op je. Wil niet zeggen dat er geen moeite is. Want je weet natuurlijk niet hoe goed mensen zijn. Maar ik ga lekker weer mijn best doen om ver te komen. En hoop ik zelfs een win te kunnen halen. Projectile Protection Broek doe ik expres aan. Gewoon puur voor het geval dat als iemand pijlen gaat schieten of wat dan ook. Ik weet niet of hier ook een kist ergens onder zit. Ik check het gewoon just for sure. Maar het antwoord daarop is nee. Oké, dan. Jammer genoeg. Goed, maakt op zich helemaal niet uit. Wij gaan gewoon lekker spelen. Ik heb niet heel veel bloks, besef ik nu. Dus op zich is het nog niet eens zo'n gek idee, Guido, om hier gewoon eens eventjes wat bloks weg te gaan minen. Gewoon, weet je kan er ook mee bouwen. Het is toch cobblestone. Ja, zolang ik maar gewoon gehurkt hier blijf staan, is er niks aan de hand, lijkt me. Oeh, oei, diamonds. Oké. Toch even wat bouwmateriaal deze meer halen. En trouwens mensen, ik weet niet of je het al hebt gedaan. Zo ja, super, zo nee. Heb je natuurlijk nog altijd de tijd ervoor om eventjes een like aan te klikken. Bijvoorbeeld dank. Ik ga natuurlijk lekker mijn best doen om nu een win neer te zetten. Maar we zullen even zien hoe het gaat. En dan kun je natuurlijk even een like aan klikken. Bijvoorbeeld dank. Even kijken, dit zo. Juist, oké. Goed, let's freaking go. Wacht, hier is ook hout. Nou, boeien, fuck dat. Oh my god, die kerel full diamond. Waarom? Hoe kan die kerel full... What the freaking hell. Ja, op zich, weet je, ik vind het ook een moeilijke keuze om te nemen van... Goh, moet je eigenlijk wel de kit die ik heb dus gekozen, dus het zwaard, zeg maar, moet je die eigenlijk wel upgraden, weet je? Is dat slim om te doen? Ik heb er eigenlijk echt geen flauw idee van, maar goed. Hij zag mij. Wat? Ik ben... Huh? Oké. Dit was denk ik een van mijn snellere doods die ik heb gehad in Skywars. What the freaking hell. Daar ben ik weer, mensen, op een onbewoond eiland. Kijken of wij onszelf hier bewoond kunnen maken. En of wij hier een win vandaan kunnen toveren. 11 man, natuurlijk heel wat minder dan de 62 in de andere map. Want ik tel mezelf natuurlijk niet mee. Maar we zullen zien of wij hier een win vandaan kunnen halen. Ik zie wel een diamond broek, daar ben ik super blij mee. Want ja, weet je, dat is gewoon lekker even die extra armor die je daarvan krijgt. Even kijken, wat zien we hier nog? Schoenen, oké, niet verder. Weet je, verder is de gear een beetje... Ja, weet je, het is te doen, maar het is niet fantastisch. Dat neem ik ook nog even mee, oké. En wat ik al helemaal niet chill vind, is dat we geen axe hebben gekregen. Maar goed, maakt op zich niet uit, we maken er gewoon even snel eentje. Want deze map zit vol met hout en ja, dat wordt toch gewoon ons movement blocks als het ware. Dus we gaan even wat extra hout halen. Ik weet, met een wooden axe maakt niet heel veel uit vergeleken met de hand volgens mij. Maar weet je, alle kleine beetjes helpen om sneller hout te verzamelen. En wij moeten ondertussen gewoon even opletten dat wij niet... aangevallen worden. Hoewel deze eilanden pittig ver uit elkaar liggen, valt me trouwens op. Maar deze liggen wel redelijk ver uit elkaar, dat je een beetje safe bent, maar goed. Als mensen, ik weet niet of je het hebt gedaan, maar je kan natuurlijk altijd even een like aanklikken. Bij voorbaat dank, help je mij enorm mee. Zoals de vorige video, wat ik al eerder zei, 480 plus aantal likes. Dat is echt bizar veel. Dankjewel nogmaals daarvoor. Oké, ik denk dat ik nu wel genoeg hout heb. Hoppakee. Oké, we gaan gewoon door. Dit eiland toe, want hij zit nu nog onder de grond. Ik heb het gevoel dat dit moet gaan lukken. Go, Divi, go, 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 go. Niet treuzelen, niet treuzelen, niet treuzelen. In één keer omkijken, hij zit nog steeds onder de grond. Go, 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 go. Oh, holy shit. Oké, we hebben hier heel erg veel mazzel gehad. Oh, rustig aan, rustig aan, rustig aan. Zit hier trouwens ook een kist in? Lijkt wel zo. Ja, aha. Kijk eens even aan. Oké, er zit niet veel soeps in, maar weet je, het is... Dus even rustig, man. Het is wat, weet je. Het is toch wat. En we hebben toch wat betere shizzle gekregen. Eén probleem op het moment is dat ik niet te dicht bij haar in de buurt kan komen nu. Want zij heeft dus die sneeuwbal. Ik weet niet of dat haar laatste sneeuwbal was. Maar... Ja. Fuck it, weet je. Ik haal dit even, laat dit even naar beneden stromen. Gewoon even een waterstroom, just for sure. Heeft ze nou nog... Is dat een sneeuwbal of niet wat ze daar heeft? Yep, ze heeft nog steeds sneeuwballen. Oké, dat was voor mij de laatste. Of niet? Ze heeft nou nog een vishengel. Tuurlijk. Tuurlijk, waarom zou je dat niet hebben? Wacht, ik heb een idee.
Kijk aan. Daar even water neergezet. Kan ik deze lava weer oppakken. Kan ik hier tenminste zometeen safe worden, denk ik. Ik heb nog geen flauw idee. Wat, ga je vissen in het water? Gezellig. Oké. Gaat hij nou een team aan mij? Nee. Wat nou een team? Het enige probleem is dat hij op het moment de vishengel heeft, waardoor ik dood kan gaan. Dat is het enige probleem. Fuck it, weet je. Hoppakee. Ga gewoon nog meer water plaatsen. Gewoon voor mijn own safety. Ja, die zit nu te kijken van, goh, moet ik nou blokken gaan plaatsen of niet? Ja, oké, ik heb hier water, hè? Dat weet je, dat ik hier gewoon water heb. Dat je vrij weinig zin ermee gaat beleven. Dat ik gewoon lekker omhoog kan zwemmen. Oh my god. Oh my god, Duffy. Oh my god, wacht. Ik hoop dus dat ze eigenlijk die trap daar een beetje af gaat maken. Dat hoop ik eigenlijk wel. Wat ze nu dus eigenlijk heeft gedaan. Maar goed, ik durf de jump nu nog niet te nemen. Want het is gewoon te gevaarlijk. Weet je, dus zij kan mij nog steeds... kan mij nog steeds eraf mappen. Dat is gewoon even het hele probleem. Daar zien we ook nog iemand. Daar wil ik op zich ook wel heen gaan, maar... Tuurlijk, anders ga ik nog even pijlen bogen misschien, joh. Alsof ik hem wat heb misdaan. Oké, kijk, ik zie nu dat de brug af is gemaakt. Oké, doei! Oké, dat was een zeer makkelijke... Nou ja, makkelijke kill. Dat was een zeer oké kill. Die kerel heeft denk ik niet door dat ik zie dat hij naar mijn eiland probeert te komen. Dat zie ik wel, jongen. Dat gaan we niet doen. Oké. Weet je, op zich, hij mag ook best wel komen op zich. Maakt op zich helemaal niet uit, maar deze kerel hier ook. Die wil ook bijvoorbeeld hier naartoe komen. Maar hij mag je best. Maar denk niet dat ik je niet zie of zo, weet je wel. Zou hij mij hebben gezien al, of niet? Ik weet niet of hij mij ziet. Je blijft hier gewoon heel veel rustig campen zo. Hij gaat zo meteen toch hout halen, waardoor hij uiteindelijk terug weer verder komt. Ik zie daar wel een teampie. Dat staan wel weer minder, maar goed, weet je. We gaan toch even kijken of deze naar mij toe gaat komen. Want als hij dat gaat doen, kan ik hem namelijk een surprise attack leveren natuurlijk. Want ik sta hier nog steeds gehurkt en ik denk niet dat hij door heeft dat ik hier sta. Maar hij deze keer wel ontiegelijk sloom is met hout verzamelen. Hij heeft eindelijk een stukje hout. Hij doet het ook met een zwaard. Wat ben je ook een loser dan? Welkom bij Cosmo in the Jungle. Ja, hopelijk ziet hij mij nou nog steeds niet. Die andere kerel daar op die boom is ook nog gewoon rustig bezig. We hebben daar dus dat team. En hij... Welke kant gaat hij nou opbouwen, weet je? Dat vraag ik me toch echt even af. Van, wat wil je nou? Wil je nou naar mij toe of wil je nou niet naar mij toe? Het antwoord is ja. Hij heeft mij nu ook gezien, lijkt me, toch? Dat moet haast wel. Hij begint al zijn zwaar teken te doen van team. Nou, ik doe lekker niks terug. Oh, hij heeft sneeuwballen! Hij heeft sneeuwballen! Oh, rustig aan, Duffy. Oké. Ik heb ook sneeuwballen. Oké, ik heb zin om gewoon op zijn eiland te jumpen en gewoon hem aan te vallen. Hij gooit zijn wapen weg. Hij gooide zijn wapen weg. Wat een banaan. Oh my god, wat een banaan. Wat een banaan, wat een banaan. Hij gooit gewoon letterlijk zijn wapen weg. Niet dat ik mezelf hier nu op een goede positie heb neer kunnen zetten, maar goed, weet je. Weet iets dan niets, denk ik ook maar weer zo. Shit, weet je, dat team daar, dat heeft gewoon die pijl en boog, weet je. Ik kan geen kant op het moment. Hier is wel water, right? Ja, er is water. Oké. Dan, ik moet iets van een uitgang gaan creëren, denk ik. Dat het anders gewoon niet gaat lukken. Ik weet niet of deze mensen bijvoorbeeld naar mij toe kunnen komen. Ik weet het niet. Ik weet wel dat die kerel daar naar mij toe wil gaan komen. Waar ik niet blij mee ben, want dat betekent dat ik langzaam word ingesloten. Oh damn it, niet schrikken Duffy. Oh my god. Oké, die zijn druk daar nu op het moment mee bezig. Dus wat inhoudt is dat ik nu deze kant weer op kan. Hopelijk gaat dit mij lukken om bij dat eiland terug te komen, aangezien daar nu ook iemand naartoe wil gaan. En dan kan ik hem eerst killen en dan moet ik daar nog maar even een plan gaan bedenken voor het team. Waar ik nog steeds geen clue voor heb, maar goed, we moeten maar even gaan kijken daarvoor. Zit die vent al hier? Nee, hè? Wacht, is er iemand down? Er is iemand down gegaan. Is hij naar beneden gegooid? Damn it! Oké, dan heb ik namelijk nu nog steeds een probleem. En dat is dat ik nog steeds dat team daar heb. Even hout bijhalen. Ik ga even hout bij gaan halen. Ik zie daar ook nog iemand op het eiland zitten. Maar goed, weet je, ik ben meer, zoals jullie weten, ik ga liever zo'n team gewoon aan dan dat ik het niet doe. Ook al ga ik waarschijnlijk dood.
Dat is de verkeerde instelling, Duffy. Oké, ik ga winnen. Waar de freaking hell zijn ze? Oh, ze zijn teruggegaan naar dat eiland daar. Wat op zich goed is. Want dan kan ik gewoon door naar dit eiland toe. Kan ik achter hun aanrennen en hopelijk hun eraf gooien. Ook al ziet dat er wel erg rooskleurig uit. Terwijl iemand... Poeh, oké, ze hebben me gezien. Dat is één eraf. Are you kidding me? Are you kidding me? Oké, ik zie daar ook nog steeds die kerel. Oké, die komt dus nu eigenlijk in mijn bag. Zie ik al wel. Oké, het probleem op het moment is... Ik kan geen HP meer regenen. Ik heb... Oh wel, ik heb eten. Yes. Ik dacht even dat ik geen eten meer had. Maar ik kan dus nog wel HP regenen. Oké, gelukkig. Ik moet nu wel voorzichtig gaan spelen. Want ik weet dat hij daar op mijn eiland is. Daar zit hij. Oké. Die andere kerel zit... Daar nog. Je ziet hem daar lopen. Die begint ook eindelijk movement te maken. En die kerel daar, die zit eigenlijk een beetje achter mij aan. Wat op zich niet erg is. Maar wat wel vervelend is. Oké, kijk. Hij komt eraan. Hij komt eraan. Hij komt eraan. Hij komt eraan. Oké, hij komt. Hij komt. Hij komt. Hij komt. Hij rent mij gewoon voorbij. En hij is down. Yes! Yes, 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 yes. Haha, hij wist totaal niet waar ik zat. En dat is dus mij hier mooi gered. Oké, goed. Het is nu 1 tegen 1. De kans zit er nog in dat ik hier een win ga pakken. Ik zie hem daar zitten, die gozer. Wat dus ook betekent is dat er een complete weg helemaal is gemaakt. Aangezien hij nu op het eiland is van die kerel die ik net heb gekild, weet ik dat er een weg is. Hoewel ik wel daarvoor waarschijnlijk een stukje omhoog moet. Maar weet je, dat maakt me dan niet uit. Ik heb weer full HP, we waren bijna down. Ik heb... Een team uitgeschakeld, dus dit moet ook nog wel gaan lukken. Kom op, Duffy. Focus. We can freaking do this. Oké, hij zit op dat eiland daar. Ik heb hem gezien. Oké. Is terug nu naar mijn eigen eiland. Zo, oké, daar zijn we dan. Eén nadeel nog wel is dat ik natuurlijk weer een beetje honger begin te krijgen, maar goed. Daar kan ik mee leven op het moment. Hij heeft wel full diamond. Dat is het enige probleem wat er op het moment eigenlijk kan zijn. Is zijn gear, maar voor de rest... Ja, ach... Ik moet hier gewoon overheen durpen, want anders heeft het geen zin. Zo, oké. Oké dan. Daar gaan we dan. Oké, even pijlen. Mooi voor je. Mooi voor je pijlen ook vooral. Oh, die was goed hit. Dat was een goede hit. Oh, die was goed, die was goed. Wacht, ik heb ook pijlen, zie ik nu. Inhoud is dat ik natuurlijk dan gewoon... Fire! Ik kan natuurlijk gewoon terugfiren. Dus dat is dan nog wel iets wat ik kan. Want ik ben namelijk erg low en ik moet hierdoor eigenlijk zeg maar een beetje... Oh, die had raak moeten zijn, die ook. Kom op. Oh, damn it. Oké. Hij maakt het me lastig, weet je wat het is? Mensen, jullie weten hoe ik ben, ik wil gewoon gaan. Als ik daar nu heen ren, ben ik denk ik down. Denk ik. Hij heeft nou een single clue, maar... Ik denk dat ik daardoor dood ga. Damn it. Door mijn eigen blunder viel ik uiteindelijk naar beneden. Ja, helaas. Mensen, ik bedank jullie voor het kijken naar deze aflevering van Skywars. Mocht je dit leuk hebben gevonden, vergeet alsjeblieft om een like aan te klikken. Vergeet niet om op abonneren te klikken. Laat lekker een reactie achter. En ik zie jullie natuurlijk morgen weer bij een nieuwe aflevering van... Dat weet ik eigenlijk nog helemaal niet eens. Later mensen.